Steeds meer gezinnen met jonge kinderen zitten in de knel. Volgens Stichting Leergeld Eindhoven komen de bezuinigingen vanuit de gemeente en het Rijk bij deze groep hard aan. De organisatie zamelt geld in om kinderen uit arme gezinnen mee te laten doen aan school- en sportactiviteiten. En zag het aantal hulpaanvragen in 3 jaar tijd bijna verdubbelen. Vroeger was het zo dat mensen met een inkomen van 120% van het minimum, dat die in aanmerking kwamen voor ondersteuningsmaatregelen. Die grens is teruggebracht naar 110%. Maar ook de bedragen zijn veranderd. En dan zie je dat voor een kind van 4 tot 12 jaar, daarvoor was eerst een vergoeding beschikbaar van €280 per jaar, namelijk de reductieregeling en de schoolkostenregeling. Maar die vergoeding is teruggebracht tot 1 bedrag en dat bedrag is nog maar €210 per jaar. Dus dat scheelt nogal een slok op een borrel. Vorig jaar werd er bijna 650 keer aangeklopt bij Stichting Leergeld. En ook de gemeente ziet dat steeds meer gezinnen in de problemen komen. We zien toch een toenemend aantal aanvragen van gezinnen die het gewoon niet meer trekken. En die qua inkomen niet op een minimum zitten, maar qua besteedbaar inkomen wel steeds meer op de armoedegrens komen. Omdat een van de twee partners tijdelijk het werk verliest. Omdat de koopkracht daalt, bijvoorbeeld door hogere eigen bijdrages op een aantal terreinen. En het zijn met name gezinnen die gebruik maken van zorgvoorzieningen. Dus kinderopvang of anderszins zorgvoorzieningen. Daar begint het nou te knellen, zien we. En daarnaast zien wij dat er ook gezinnen zich bij ons melden die buiten elke gemeentelijke regelgeving valt. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan mensen die in de schulden zitten. Die hebben formeel wel een inkomen dat hoger is dan die 110%, maar feitelijk hebben ze natuurlijk veel minder te besteden. En daarnaast zie je ook dat in toenemende mate ZZP'ers een beroep komen doen op Stichting Leergeld. Die vallen ook buiten de gemeentelijke voorzieningen. Stichting Leergeld maakt zich dan ook zorgen, want de kinderen dreigen de dupe te worden. Dat er van de gemeentelijke bijdrage, dat daar nog wel bijvoorbeeld de contributie van een voetbalclub, die kan er nog voor van betaald worden. Maar tegelijkertijd heeft zo'n kind een uitrusting nodig, heeft voetbalschoenen nodig, heeft een voetbaltenue nodig. En vergis je niet, bij kinderen in de groei betekent dat gewoon dat ze elk jaar opnieuw een tenue of elk jaar opnieuw voetbalschoenen moeten hebben. Nou, wat heb je nu aan een lidmaatschap van een voetbalclub als je je tenue of je voetbalschoenen niet kunt betalen? Wat we bijvoorbeeld ook steeds vaker zien is dat kinderen niet mee kunnen op een schoolreis waar andere kinderen in de klas wel aan mee kunnen doen. In Eindhoven komen 3.000 tot 4.000 kinderen uit gezinnen die aankloppen voor hulp. Stichting Leergeld gaat binnenkort met de gemeente om tafel om te kijken hoe dat aantal omlaag kan.